want to teach you today about the power of covenant. Vandaag wil ik het hebben over de kracht van het verbond. On Tuesday, you can't miss it because I'll be teaching you how to activate covenants and set it loose for the miraculous. En dinsdag kan je niet missen, want ik ga je dan onderwijzen over het activeren van het verbond en hoe je het kunt vrijzetten in het bovennatuurlijke. On Tuesday, we are finishing our 40 days fast. Gaan we afsluiten onze 40 dagen vast. I don't know whether you have been fasting. Ik weet niet of je mee heeft gedaan. But there are people that have been fasting for 40 long days. Maar er zijn mensen die wel meedoen voor 40 dagen lang. And when you begin to grow with God, en wanneer je begint te groeien met God, you begin to understand the importance of sacrifice. Dan begin je te begrijpen wat het belang is, hoe belangrijk het is om te offeren. You see, the most mysterious people on earth, they don't eat like you do. De meest mysterieuze mensen op aarde eten niet zoals u dat doet. They hardly eat. Ze eten nauwelijks. And they are very healthy. En ze zijn heel erg gezond. The way they live their life. Hoe ze hun leven leiden. But thank God, we don't serve a mysterious God. Maar ik dank God dat we geen mysterieuze God dienen. We serve an open book. We dienen een open boek. That's why we have the word of God. Daarom hebben we het woord van God. Halleluja. Halleluja. Today I want to talk about. Vandaag wil ik het hebben over. My friend, is my machine on already? Can you start it? And the message is kicking off. Halleluja. She didn't know. I wanted her to go teach the kids, and the Lord was telling me you can't teach this with nobody except her, because you will be doing some things that will become a reality to people, but you cannot do it with nobody. Hallelujah. You can only do it with your wife. So, don't mind me today. If you have your Bible there, als u Bijbel bij u heeft, open your Bible. Open dan uw Bijbel. To the book. Bij het boek. Of Genesis. Van Genesis. Chapter number 15. Hoofdstuk 15. Last week, vorige week, I was teaching you people, had ik het met u erover, by the Spirit, door Gods geest, that God doesn't get into covenant to nobody without commitment. Dat God met niemand een verbond aangaat zonder toewijding. Say without commitment. Zonder toewijding. Say without commitment. Zonder toewijding. Without commitment, God cannot do anything. Zonder toewijding kan God niets doen. He is always looking for your commitment. Hij kijkt altijd naar uw toewijding. Before God starts revealing certain things about your own life. Voordat God bepaalde dingen begint te openbaren in uw leven. Are you getting what I'm saying? Hoort u dat? And last time we saw Abraham. En vorige keer hadden we het over Abraham. How he got into covenant with God. Hoe hij in verbond ging met God. Genesis 15. Genesis hoofdstuk 15. And we found out that when Abraham was tired, en we zijn erachter gekomen toen Abraham moe was, and could not do anything anymore, en hij niks meer kon doen, God showed up, kwam God, and sealed the covenant, en heeft het verbond gesloten. Now in the Old Testament, nu in het Oude Testament, families used to get into covenant with one another, gingen verbond aan met elkaar. They get into covenant, ze gingen verbond in met elkaar. Aan met elkaar. With one another. Met elkaar. Families. Families. So. Dus. So that we have to preach together. So you have to stand with me today. Can you walk good with those shoes? The Lord has to help you. No, it's okay. The Lord told me I have to stand, but I was a bit afraid to walk to it during the service. Okay, that's good. It's good that you were afraid. She's my wife, but she was afraid. It's good. Spiritual things make people to be afraid. Hallelujah. So, me and you are going to preach today effectively. I want to show you something about your life. And after today, you cannot live a defeated life 1 second in your life. Neither are you going to allow any demon to dictate to your life 1 second. Neither are you going to stay in a situation that you don't like. After today, you will change everything. And you will align to God's plan for your life.
En na vandaag, als u goed luistert wat de kracht van het verbond inhoudt, dan kunt u niet meer toestaan dat één enkele demon u nog kwelt of uw leven vernietigt. Get your garment for me, sweetheart. How many of those garments do you have? My Jesus. You mean so, this one? So I need to borrow your garment. No, I don't need to borrow your garment. Let me have one. I have mine. Why don't you put your garment on while we preach today? Yes, sir. So you see, in the Old Testament, what Abraham was doing with God. Dus ziet hij in het Oude Testament wat Abraham deed met God. Is what the Jewish man understood about God. Is wat de Joodse man begreep van God. That's why when you check the Jewish people to today. Dus wanneer we de Joodse mensen checken tot vandaag. They still succeed. Toen waren ze nog steeds succesvol. Zijn ze nog steeds succesvol? Even though. Ook al. Not all of them have accepted Jesus. Hebben ze allemaal Jezus aangenomen? What does the Jewish people do? En wat doen de Joodse mensen? A rich family. Een rijke familie. Can make a leak with a poor family. Kan een lek helen met een arme familie. You come into a covenant with a poor family. Want als je dan in verbond met elkaar komt. The poor family look at you. Dan kijkt de arme familie naar je. So you know what? Weet je wat? We're gonna serve you. We gaan jullie dienen. If you als jullie will provide for us, voor ons voorzien. Take care of us, en voor ons zorgen. Do certain things. So what do they do? Dus wat doen ze? They kill an animal. Ze offeren een dier. The two families come together. De twee families komen samen. This family one. Dit is familie 1. That is like marriage. Dit is als een huwelijk. This is another family. Dit is een andere familie. They come together. Ze komen they samen. They kill an animal. Ze doden een dier. So when they kill the animal. Dus wanneer ze het dier doden. The blood. Het bloed. Is in the middle. Is in het midden. When the blood is in the middle. En wanneer het bloed in het midden is. Nobody passes there. Dan komt er niemand langs. So I am still here. Dus ik ben nog steeds hier. Watch. Kijk. I am here, she's there. Ik ben hier, zij is daar. That one animal. Het ene dier. Symbolizes the both of us. Symboliseert ons beiden. That is what happened between David and Jonathan. Dat gebeurde tussen David en Jonathan. In 1 Samuel chapter number 18. In 1 Samuel hoofdstuk 18. So, dus, the first thing they do. Het eerste wat ze doen. They exchange. Ze doen een inruil. Their garment. Hun gewaad. I don't want to give mine. No, it's not about I don't need your garment. Take the other thing for me there. I don't know. That's powerful. Take out that thing. Take out the thing you are wearing. Thank you. So what do they do? Dus wat doen ze? Watch. Kijk. I want to show you Jesus and us. Ik wil dat u Jezus ziet en ons. Yes, yours is white. And mine is gray. It symbolizes something. Maybe I am the most powerful one, or she is the most powerful one. So we are getting into covenant. Dus we gaan nu in het verbond. En één familie is krachtig. The first thing that happens in that covenant contract. De eerste wat er gebeurt in dat verbond. We exchange our garment. We ruilen onze mantels om. That means. Dat betekent. Her authority. Haar autoriteit. Is my authority. Is mijn autoriteit. I put it on. En ik doe het om. She puts it on. We have done an exchange. We hebben een inruil gedaan, omruil gedaan. That is the first step. Dat is de eerste the stap. The second thing that happens. Het tweede wat gebeurt. My identity. Mijn identiteit. Becomes her identity. Wordt haar identiteit. I am no more the superior one. Ik ben niet meer degene die superior. Neither she is the lesser one. En zij is ook niet de mindere. We are now one. We zijn nu één. We function the same. En we functioneren hetzelfde. As one. Als één. These two animals are dead. En deze twee dieren zijn dood. The next thing that happens. Het volgende in dat this covenant contract. In dit verbond. This is a gun. Dit is een pistool. This is my own weapon. Dit is mijn eigen wapen. I give to her. Ik geef aan haar. And I take her weapon. En ik neem haar wapen. I'm saying your enemies become my enemies. En ik zeg uw vijanden zijn mijn vijanden. Maybe she is the strongest one. Misschien is zij wel de sterke. And I am the weaker one.
En ik ben de zwakkere. But I am making a statement spiritually. Maar ik maak geestelijk een statement. Met andere woorden. My battles. Mijn strijd. Are no more my battles. Zijn niet meer mijn strijd. My battles. Mijn strijd. Has become our battles. Zijn haar strijd. And our battles. En haar strijd. Become mine. Zijn die van mij geworden. We are still in the covenant. We are talking in the air. We zijn nog in de lucht. All these things we are talking in the air. The real thing have not started yet. En wat we nu praten, we praten nog in de lucht. We zijn nog niet. We are just doing exchanges. Say exchanges. We hebben alleen maar ingeruild. Then these two animals on the ground, they are dead. En deze twee dieren op de grond, ze zijn dood. I am making a statement. Ik maak een statement. That I will stand with her even till death. Dat ik met haar zal staan tot de dood ontscheidt. That means even death cannot stop me from protecting her. Dus zelfs de dood kan haar niet stoppen om haar te beschermen. Is somebody getting this? Hoort iemand dat? Now these statements we are making to one another. En nu maken we het aan elkaar. That is not enough. Dat is niet genoeg. Then the two of us now. Nu met z'n tweeën. We're gonna stand here. Gaan we hier staan? Then we're gonna pass through the blood. Gaan we door het bloed heen. This blood. Dit bloed. Symbolizes us. Symboliseert ons. That there is no more two. Dat er niet meer twee is. It's one. Maar één. We seal it. We verzegelen het samen. As if that is not enough, we will walk through it. En als het niet genoeg is, we wandelen doorheen. Jewish people. Joodse mensen. Then you will cut your hand. Dan snij je in je arm, in je pols. And blood. En bloed. Stretch your hand for me. Daughter, yes. Keep your weapon. Blood will come out. En bloed komt eruit. And blood will come out. En bloed komt eruit. Then we make an oath. Maken we een eed samen. Before everybody. Voor iedereen. That I swear from today. Dat ik zweer vanaf vandaag. I will keep this covenant. Ik zal dit verbond houden. No matter what happened. Maakt niet uit wat er gebeurt. I'm not gonna change. Ik ga niet veranderen. I will be there for you. Ik zal daar voor je zijn. Till. Tot. Even when death show up. Dat zelfs de dood komt. I will not quit. Zou ik niet stoppen. The Bible said in the book of Revelation. De Bijbel zegt in het boek van Openbaring. That they loved not their life until death. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Now, this is on a horizontal level. Say horizontal level. En dit is een horizontale niveau. And that is what people have taken. They call it blood brothers. How many of you have heard of the blood brothers? En wie kent het bloedbroeders? Het is een demonische occulte secte. All those things they took it from the Bible. Al die dingen hebben ze van de Bijbel. So these two people. Dus deze twee mensen. We are committed to our word. We zijn gebonden aan ons woord. Towards one another. Aan elkaar. We are from a league. We zijn dus een partij. We are now one. We zijn nu één. Anything that comes against her. Alles wat tegen haar opkomt. Is coming against me. Komt tegen mij op. So I am not thinking. Dus ik denk niet. What I need to provide for her. Of ik moet voorzien voor haar. Or to be there for her. Of voor haar moet zijn. Anything she owns. Alles wat ze heeft. I can walk straight in her house. Kan ik recht in haar huis lopen. And claim it. En het claimen. Do you get what I'm saying? Begrijpt u dat? Now, as if that is not enough. Als dat niet genoeg is. They break bread. Ze breken het brood they samen. They took bread. Ze nemen a normal bread. Een normaal brood. They break it. Ze breken het. They cook food. Ze, so the process of covenant is still going on. Ze koken dus een maaltijd. En dan het proces van verbond is nog steeds gaande. They come together. Ze komen samen. She represents a name. Ik presenteer een naam. Shaw. Shaw. I am Eno. Ik ben Eno. But because of this covenant. Maar vanwege dit verbond. She takes my name. Neemt ze mijn naam aan. That means. Dat betekent. In the spirit. In de geest. We are one. Zijn we één. There is no such thing like I am less and she is higher. We are one. En het betekent niet dat één iemand minder is of een ander meer. We zijn één. Is somebody getting what I'm saying? Begrijpt iemand dit? Don't worry, the matter is only getting interesting. En het wordt alleen maar interessanter. And what happened? En wat gebeurt in er? This oneness? In deze eenheid. Because maybe she's the weaker one. She takes the name of the stronger. So the stronger one becomes her name.
Any place she go, I come in the name of Baron Bass. The door open. I come in the name, and in the spirit, and even in the natural, because she uses that name that is stronger than her, the name always speaks. En omdat je de naam hebt overgenomen van iemand die sterker is, mocht je een zwakke positie hebben, waar je dan ook komt, elke keer als je ergens gaat en je noemt die naam, gaan de deuren voor je open. The name speaks. De naam spreekt. It never lies, it always speaks. De naam liegt nooit, het spreekt altijd. Are you getting it? Hoort u Because dat? Because her identity is disappeared. Want haar identiteit is weg. Now it's one family. Nu is er één familie. Say one family. Zeg één familie. Say one family. Zeg één familie. Say one family. Eén familie. That is not enough. Dat is niet genoeg. So, Jesus dus took Jezus bread and wine. Nam brood en wijn. Where did that come from? Waar kwam dat vandaan? Why did he do that? Waarom deed hij dat? Now know it. Nu weet het. It's not just a communion you take. Het is niet alleen een avondmaal dat je neemt. Jesus was talking to the Jewish people. Jezus sprak tot de Joodse mensen. What they do, wat ze doen. In covenant. In verbond. So, I did not have food here. I wanted to prepare my whole, this my prophetic things in my head. But something is going on. They have cooked, Elisha have cooked the meal. This is the meal. Dus de maaltijd is voorbereid. And there is bread in it. En er is brood erin. I give her bread. Ik geef haar brood. I take bread. Ik neem ook brood. We have broken it together. We hebben het samen gebroken. It symbolizes. Het symboliseert. My body. Mijn lichaam. It's saying. Het zegt. I will not let you starve. Why I am alive. I will always provide for you. Je zal niet lijden terwijl ik leef. Ik zal altijd voor je voorzien. I will make sure. Ik zal ervoor zorgen. You are fully nourished. Dat je volledig wordt gevoed. And taken care of. En voor wordt gezorgd. So, my body is dead. Mijn lichaam is dood. So that you will experience provision. Zodat u voorziening kunt ervaren. It did not stop there. En het stopte daar niet. Then what happened? Dan wat gebeurde daar? They take the wine. Ze namen de wijn. The wine. De wijn. Symbolizes. Het symboliseert. Their life. Hun leven. What do they do? He wat deed ze? He will open the wine, he will drink it. Hij zal drinken van de wijn. He said, I give you my life. Ik geef je mijn leven. From today. Vanaf vandaag. I don't have a life. Heb ik geen leven. My life belongs to you. Mijn leven behoort u toe. So what were they saying? Dus wat zeiden ze nou? Actually. Eigenlijk. The weaker one. Dat de zwakkere. Gain security. Zekerheid krijgt. From the stronger. Van de sterkere. The things he used to struggle to do. Van de dingen die hij worstelde om te doen. He doesn't do it anymore. Doet hij niet meer. Now that is human level. Nu dat is een menselijke niveau. They become powerful. Ze worden krachtig. When they involve God in it. Wanneer ze God erbij betrekken. And at the end of every disagreement. En aan het einde van deze overeenkomst. They swear. Zweren ze. In the name of Jehovah. In de naam van Jehovah. Do you get what I'm saying? Begrijpt u dit? Now it shifted from them. Nu gaat het niet alleen naar hen. Into a higher authority. Maar nu gaat het naar een hogere dimensie. Een hogere autoriteit. Are you getting what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? That authority become their point where they are all afraid to do injustice towards one another. En die hoge autoriteit zorgt ervoor dat ze bang zijn om onrechtvaardig tegen elkaar te zijn. Now when God was making this covenant with Abraham. Nu toen God dit verbond maakte met Abraham. There could not be no third person. Kon er geen een ander persoon tussen beide staan. God could not swear by nothing. God kon nergens bij zweren. But he said to Abraham, maar hij zei tegen Abraham. This is what you know. Dit is wat je weet. So I will tell you something. Dus ik zal je wat you zeggen. Don't say anything. Je zegt niks. I am initiating it. Ik begin erover. Because I want to help you fulfill it. Want ik wil dat je het ook voldoet. Are you getting it? Hoort u dat? Abraham, because human beings, they say things they don't keep. Want mensen zeggen allemaal dingen die ze niet kunnen waarmaken.
How many of you have made promises you don't keep? En hoeveel maken beloftes die ze niet kunnen waarmaken? You see somebody, you say, wow, this person is blessed. I love this person so much. After 2 weeks, you see a character. You say, I don't want you anymore. Hey! I confess. Me. You know why? We are human beings. En waarom? We zijn mensen. We kunnen niet tegen wanneer mensen veranderen of wanneer ze niet get zijn wat ze echt zijn. Now you must understand this. Nu, je moet dit begrijpen. That now you are dead. Dat nu bent u dood. The two of them are dead. Twee van ze zijn they dood. Are living a life of somebody else. En ze leven een leven van the blood has sealed the covenant. Het bloed heeft het verbond verzegeld. So they did not just do lip service. Ze doen niet aan een lippendienst. It has been sealed with blood. Het is verzegeld met bloed. Are you getting what I'm saying? Hoort u dat? Now, get to verse 4 for me. Ga naar vers 4 voor mij alstublieft. Thank you, Jesus. Get there fast. I want to speed up. Then the Lord said to him, no, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own. Who will be your heir? Now, we studied last time that Abraham did not have a whole picture about the covenant. That's why he needed a lot. En we hebben vorige keer bestudeerd dat Abraham niet een heel goed beeld had van het verbond. En daarom had hij Lot meegenomen. That's why he was depending on Elisha. En daarom was hij afhankelijk van Eliezer. That Elisha will be the one that will inherit his property when he dies. Dat Eliezer, zijn dienstknecht, alles zal erven wanneer hij stierf. We begin to find out. En we zijn erachter gekomen. Because God saw the commitment of Abraham. Dat God de toewijding van Abraham zag. What did God do? Wat heeft God toen gedaan? God begin to get into covenant with him. God begon in verbond te gaan met hem. And God changed his statement. En God heeft zijn statement veranderd. From I will. Van ik zal. To I have done this. Naar ik zal het doen. Ik heb het gedaan. Covenant. Verbond. Is not I will. Is niet ik wil. Covenant means. Verbond betekent. It is done. Het is gedaan. When these two people they got into covenant with one another. Toen deze twee mensen in verbond gingen met elkaar. Everything that they did here. Alles wat ze deden samen. Was settled. Was gesetteld. They were not trying to do it. Ze probeerden het niet te doen. It was done here. Het was al gedaan. The reason why the other party said I will protect you. En de reden waarom de andere partij zegt ik zal je beschermen. Is because he already has the instruments and the ammunition for protection. Want hij heeft al de instrumenten en de wapenen om te beschermen. The reason why the other one said I will provide for you. En de reden waarom hij zegt ik zal voor u voorzien. Is because there was already provision. Want er was al voorziening. Are you getting what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? Is somebody understanding this? Begrijpt u dit? Are you understanding me? Begrijpt u wat ik zeg? When the stronger person told the weaker I will protect you. Toen de sterke tegen de zwakke zei ik zal u beschermen. Is because. Is omdat, he has the arms to protect the person. Omdat hij de armen heeft om die persoon te beschermen. When the stronger person told the weaker one, I will provide for you. En toen de sterke tegen de armen zei van ik zal voorzien. It's because is omdat, he already have the resources. Is omdat hij al de bronnen en de hulpmiddelen daarvoor had. He wasn't trying to produce it. Hij probeerde het niet te produceren. The reason why the weaker one. De reden waarom de zwakkere went to the stronger one, naar de sterkere ging to enter into covenant, om in verbond te gaan is, because he already saw, is omdat hij al zag or she saw, of zij zag the stronger one has the capability to do that. De sterkere is capabel genoeg om het dit te dragen. He already know, hij wist al in, time of war, in tijden van oorlog the stronger one will be there. De sterkere zal er zijn. For Jewish people they understand this more than you do. Voor Joodse mensen begrijpen ze dat meer dan dat u dat doet. That's why they keep on saying we are serving a covenant God. Daarom blijven ze zeggen ja, we dienen een verbondsgod. That's why they don't understand you sometimes that you are saying you are serving God, then you are acting strange. They don't. En daarom begrijpen ze niet als u zegt ja, u dient God, maar u doet gewoon raar. Are you getting what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? So, now we see verse 18. En nu vers 18. Get there for me somebody. Iemand kijk ernaar alstublieft. Fast, fast. So the Lord made a covenant with Abraham that day and said, I have given you this land to your descendants all the way from the border of Egypt to the great Euphrates. Who said that? Wie heeft het gezegd? Who said it? Wie heeft het gezegd? Who said it? Wie heeft het gezegd? Who said it? Wie heeft het gezegd? God.
God. God did not say I will. God heeft niet gezegd he ik said, zal. I have. Ik heb het gegeven. Why? Waarom? Because it was already there. Want het was al daar. Now, go to verse chapter 17 for me. Laten we naar vers 17 gaan. Chapter 17. Hoofdstuk 17. Thank you Jesus. Chapter 17. Hoofdstuk 17. Okay, pick your Bible for me, somebody. Fast. Read it from your Bible. Chapter 17, verse 1. Get there for me fast, because I want to eat some things. We gaan naar Genesis, hoofdstuk 17, vers 1. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, God Almighty. Serve me faithfully and live a blameless life. But after Genesis chapter 15... En na Genesis hoofdstuk 15 God began to tell Abraham, begon God aan Abraham te zeggen if you want to see what I said to you, als je wilt zien wat ik tegen je heb gezegd come to pass, wilt zien gebeuren in je leven you must be faithful. Moet je getrouw zijn. What is faithfulness? Wat is getrouw? Faithfulness means, getrouw zijn betekent my attitude doesn't change, mijn houding verandert niet because circumstances change. Omdat situaties veranderen. And why is my attitude not changing? En waarom verandert mijn houding niet? It is not changing. Het verandert niet. Because I know who has made a promise to me. Want ik weet wie de belofte aan mij heeft gemaakt. Are you getting it? Hoort u dat? Why did God say this to Abraham? Waarom zegt God dit tegen Abraham? Because Abraham has already waited after that covenant for almost 20 years. There was no child. Maar waarom moest God dit zeggen tegen Abraham? Omdat Abraham al 20 jaar aan het wachten was op de vervulling van de belofte Gods. There was no child. En er was nog steeds geen kind. It wasn't like Abraham was doubting God. En het was niet dat Abraham twijfelde aan God. How many of you know your biggest problem is you don't just know how God is going to make it come to pass? En wie van u is dat zijn grootste probleem is dat je niet weet hoe God het gaat doen? Yes, God, you said it. Ja, God, u zegt het. But I don't know how. Maar hoe gaat u and dat I don't know when. En ik weet ook niet wanneer. I think I'm getting old. Ik denk dat ik oud word. When will this happen? Wanneer gaat dit gebeuren? But when those thoughts begin to come, maar wanneer die gedachten the komen. Devil is pushing you to give birth to an Ishmael. Dan wil de duivel dat je geboorte geeft aan Ishmael. Because the devil is a covenant breaker. Want de duivel wil juist het verbond verbreken. He knows your only power over him. Hij weet dat je enige kracht over hem is because you keep the covenant. Is omdat je het verbond houdt. So he always comes. Dus hij komt altijd. To make sure you go out of it. Om ervoor te zorgen dat je eruit gaat. He always want to take you out of it. Hij wil je er altijd uithalen. Because out of the covenant. Want uit het verbond. He the devil has power over you. De duivel heeft kracht over u. So God came to Abraham for a purpose. Dus God kwam naar Abraham voor een doel. And said to him. En zei tegen hem. Be faithful. Wees getrouw. Say be faithful. Wees getrouw. Touch your neighbor. Say be faithful. Zeg tegen uw buurman, wees getrouw. Say be faithful. Wees getrouw. Say be faithful. Wees getrouw. Verse 2. Vers 2. See what the Lord is doing. I will make a covenant with you. Now, because Abraham has been seeking the face of the Lord begin to reveal to him what he want to do next. Now God begin to change his name. Look at it. En omdat God... Omdat God zag dat Abraham zijn aangezicht begon te zoeken, begon God zijn naam te veranderen. By which I will guarantee to give you countless descendants. What is this? Is this King James? New Living Translation. New Living Translation, my goodness. Put either Amplified or till I say go to New Living. All this New Living and the Living. He said, I will make my covenant between me and thee, and I will multiply thee exceedingly. And I will, verse 3. Then Abraham fell on his face, and God said to him, as for me, behold, my covenant, solemn pledge is with you, and you shall be the father of many nations. Verse 4. Nor shall your name any longer be Abraham. Because of covenant, God went ahead and called Abraham based on his contract with Abraham. En vanwege het contract, het verbond dat stond, kon de naam Abraham niet meer blijven. I don't know why you are saying wow. Ik weet niet waarom you zeg, got wow. To that company that you were working. You went there like Sister Swenshana. Then they say you are the coordinator. They call you the coordinator, meet coordinator this. Did you give you that yourself that title? You see, sometimes
It's just the way we think. En alles heeft te maken met hoe wij denken. Want we kunnen wel zeggen, wauw, God veranderde de naam van Abraham. Maar weet u niet, als u in een bedrijf bent en u bent de coördinator van een afdeling. Ik bedoel, u heeft uzelf die titel niet gegeven. Als u wordt geïntroduceerd, dan zegt ze, dit is zuster Shoshana, coördinator van dit en deze afdeling. Do you know why they call you coordinator? En weet u waarom ze u dan een coördinator noemen? Because they want you to function as one. Omdat ze aansporen, aanmoedigen dat je als die coördinator functioneert. Maybe you had no experience. Misschien had je helemaal geen ervaring. Coordinator. Maar je bent de coördinator. Mr. Director, operate as one. Meneer directeur, gedraag je dan ook als één. But you cannot function. Maar je kan niet functioneren. Without getting the leadings. Zonder dat je geleid wordt. You, in Dutch they call it handleiding. Je moet toch de handleiding hebben? You have to have the manual. To function as a director. Is that so? Om te functioneren in de functie die je gegeven is. So God begin to call him Abraham. Dus hij ging van Abraham naar Abraham. Say Abraham. Abraham. Say Abraham. Abraham. Continue for me. For I have made you. Do you see God again? En zie je dat God weer zegt. He did not say I will make. En niet van ik zal. He said I have made you. Ik heb je al zo gemaakt. It's so funny. You are working in a company. En zo grappig, je werkt in een bedrijf. You are the coordinator. Je bent de coördinator. Then they telling you every day you will be a coordinator. Het is toch raar als ze dan tegen je zouden zeggen, ja, je zal ooit eens een keer een coördinator zijn. In covenant. In verbond. God call you, talk to you based on the covenant. Dan praat God met je gebaseerd op het verbond. God will never talk to you about anything that he did not talk about in the covenant. En hij gaat niet met je praten over iets waar hij het nooit over heeft gehad in het verbond. Continue for me. En laat me zeggen. Vers 6. And I will make you exceedingly fruitful. I will make you nations and kings will come from you. Continue. And I will establish my covenant between you and me throughout your generation. Continue. And I will give you and your posterity after you the land which you are strangers, going from one place to another, all the land of Canaan, for an everlasting possession. I will be their God. Continue for me. And God said to Abraham, as for you, you shall therefore keep my covenant. Do you hear what God begin to say? Commit yourself. Commit yourself. Wijd jezelf toe. In covenant. In het verbond. You don't need to do anything. Hoef je niks te doen. You just follow the instruction. Je volgt de instructie op. When the human beings they make covenant. Wanneer mensen een verbond maken. They struggle to keep it. Dan hebben ze moeite om het te onderhouden. But when God entered into contract with Abraham. Maar als God in verbond ging met Abraham. It was God helping him to keep it. Hielp God hem om het verbond te houden. Those are two different things. Dat zijn twee verschillende Continue dingen. Continue with me, verse 10. En laten we gaan in vers 10. This is my covenant, which you shall keep between me and you and your posterity. Every male among you shall be circumcised. Verse 11. And you shall circumcise the flesh of your foreskin. Continue verse 12. He who is 8 days. Go to verse 13. When you go home, you read. He that is born in your house, he that is bought with your money, must be circumcised. Verse 14. And the male who is not circumcised, that soul shall be what? Cut off. Now, in covenant contract. In een verbondscontract. God doesn't cut us off. Snijdt God ons niet af. In the Old Testament. In het Oude Testament. You are being cut off. Word je afgesneden. In other words. Met andere woorden. In short, they can even kill you. Ze kunnen jezelf doden. When you go home, you read Jeremiah chapter 34 verse 8 to 17. You will see that there was a threat. Anybody that did not keep the covenant is supposed to die. In Jeremia 34, vers 8 tot en met 17. Lees het als je thuis bent huiswerk. Zodat je kan lezen wat voor gevolgen het hebt als je niet aan het verbond houdt. Zo. Vers 15. We gaan naar vers 15. And God said to Abraham, as for Sarah, your wife, you shall not call her name Sarai. But Sarah, her name shall be. Verse 16. And I will bless her. And give you a son also by her. Yes, I will bless her. And she shall be the mother of nations. Kings of the people shall come from her. So,
If it is couples. Dus als het een koppel is. The same contract that God had with the man. Hetzelfde contract dat God heeft met de man. Is working with the wife. Werkt ook voor de vrouw. And the Bible went further to say, move with me, move with me. I'm moving fast. Then Abraham fell on his face and laughed and said in his heart, shall a child be born to a man who is 100 years old? And shall Sarah, who is 90 years old, bear a son? And he said to God, oh, that Ishmael might live before you. Now Abraham said, nu Abraham zei, God, I have another plan. Ik heb een ander plan. Let Ishmael, laat Ishmael just be the one. Degene zijn. Now listen to this very good. Nu luister naar dit heel goed. God will never do anything in a covenant which he did not say in the beginning. En God gaat niet iets in een verbond doen wat hij niet in het begin heeft gezegd. God in covenant, God will not add or take out anything. Het verbond is nou eenmaal zoals het is. Hij zal er niets aan toevoegen, maar ook niks van afhalen. God will not do anything that he has not said. God gaat niet iets doen wat hij zelf niet heeft gezegd. The covenant that Abraham had with God. Het verbond dat Abraham had met God. Was with Abraham and God. Was met Abraham en God. Including Isaac. En daar zat Isaac ook in. So God did not change his mind. Dus God heeft zijn gedachten niet verzet. So God said to Abraham. Dus God zei tegen Abraham. It's good with Ishmael. I will bless him. Is goed met Ishmael. Is leuk. Zal But my contract. Maar mijn contract. Is with Isaac. Is met Isaac. Say Isaac. Now to cut the whole long story short. En om een heel lang verhaal kort te maken. Sarah got pregnant. Sarah werd zwanger. Sarah had a child. Sarah had een kind. Then in Genesis 22. Toen in Genesis 22. God came to Abraham. Kwam God naar Abraham. Say go sacrifice Isaac. En ga nu Isaac offeren. I have always asked. Ik heb altijd gevraagd. Why did Abraham do that? Waarom ging Abraham dat doen? I found the answer. Ik heb het antwoord gevonden. Abraham did that. Abraham deed dat. Because want of covenant. Verbond, vanwege verbond. If Abraham said no, als Abraham nee had gezegd, then he refused to identify with God. Dan weigerde hij zich te identificeren met God. It was God that came to Abraham. Het was God die naar Abraham kwam. He said, from today, en zei vanaf vandaag, everything that I have, alles wat ik heb, is yours, is van u. And everything you have, en alles wat u heeft, is mine, is van mij. So God now test Abraham. Nu begon God Abraham te testen. Now watch these people of God. En laten we dit zien. It was in Isaac. Het was in Isaac. That the seed will come. Dat het zaad zou komen. So if Isaac died. Dus als Isaac zou sterven. How would that happen? Hoe zou dat dan moeten gebeuren? It's a question. Is een vraag. How will that happen? Hoe zou dat dan gebeuren? I was teaching my wife this on the streets. En ik leerde mijn vrouw dit op straat. When God is in covenant with you. Als God in verbond is met u. Even though you are dead. Ook al ben je dood. He will resurrect you to fulfill it. Moet hij je weer tot leven wekken om het te vervullen. Because God. Want God. Is not a human being. Is niet een mens. He will come to you. Hij zal tot u That's komen. Why all these people that are afraid to die. No, you cannot die now. Al die mensen die bang zijn om te sterven. Nee, je kan nu niet sterven. Don't have a dream that you die, you get up and cry. En ga niet een droom hebben dat je sterft en dat je sta je op en je sterft. No. If God have shown you nations. Als God u naties heeft gezien. That you will impact. Dat je impact zal that hebben. You will reach. Dat je zal bereiken. You cannot die. Kan je niet sterven. No matter what the devil does, you will not die. Het maakt niet uit wat de duivel doet, je zal niet sterven. No matter what people say, you will not die. Maakt niet uit wat mensen zeggen, je zal niet sterven. Because God wanna always prove to you. Want God wil alleen bewijzen. Or else when you get to heaven, you will call him a liar. Want anders zal, als je naar de hemel zou gaan, zou je hem een leugenaar noemen. So God will make sure. Dus God zal erop toestaan. That what he has said. Dat wat hij heeft gezegd. Comes to pass. Het ook zal uitkomen. All what you have to do. Enige wat je moet doen. Commit. U moet uzelf toewijden. It is not in your place to make it come to pass. Het is niet in uw plaats dat u het zeg maar gaat vervullen. That's why in entering into covenant with people. En daarom als u verbond aangaat met mensen. You have to seek the face of God first. Moet u eerst het aangezicht van God zoeken. Beginning with marriage. En het begint bij het huwelijk.
Be careful with whom you say yes, I do. Ga niet zomaar ja, ik wil doen tegen iemand. Because you did not just say it before people. Want je zegt het niet aan mensen. You said it before God. Je hebt het aan God gezegd. There is a consequences. Er zijn consequenties. That will follow. Die zullen komen. When you come out of it. Wanneer je eruit komt. I have seen people that say, they go to a place. They say, can you enter into a covenant with this man of God? You say, yes. En ik ben naar plaatsen geweest en mensen komen en zeggen, ja, kan je in verbond gaan met deze man van God? En ze zeggen, ja. You didn't pray. Maar je hebt niet eens gebeden. And you say, yes. En je zegt zomaar ja. You don't even know the person. Je kent die persoon niet eens. You said yes. En je zegt ja. And one day. En op een dag. You said, I'm tired. Zeg je, ja, ik ben moe. I'm leaving. Ik ga weg. I have a good news for you. Ik heb goed nieuws voor u. Your life. Je leven. Too will not go well. Zal ook niet goed met je gaan. Nobody make you do it. Niemand heeft u het laten doen. Are you getting this? Hoort u dat? It is a dangerous thing. Het is iets heel gevaarlijks. Many Christians. Vele christenen. They have gotten themselves in problems. Ze zijn in de problemen geraakt. Because they are too quick. Want ze zijn te snel. To join things. Om zich te met dingen in verbond te gaan. You are too quick to join other ministries. Je bent te snel om naar andere bedieningen te gaan. You are too quick to make friends with men of God. Je bent te snel om vrienden te worden met mannen God. You are too quick to call them partners. Je bent te snel om ze partners te noemen. You are too quick to choose your friends. Je bent te snel om vrienden te benoemen. This is my friend till death do us part. Dit is mijn vriend tot dood ons scheidt. It's my friend for 10 years. Het is al mijn vriend voor 10 jaar. Do you know what you are saying? Weet je wel wat je zegt? Weet je wel waar je ingaat? Abraham. Abraham. Could not. Kon niet. Could not. Kon niet. Withhold his Isaac. Zijn Isaac weerhouden. From God. Van God. Because he was afraid of covenant. Want hij was bang voor verbond. But this is one thing you know. Maar dit is wel één ding wat hij you wist. Say God. God. Because you said Isaac is included. Omdat je zei dat Isaac erin zit. I want to see. When he dies. I know. Because he is in the covenant. Omdat you have to raise him up. Moet u hem opwekken. So in covenant. Dus in verbond. Stop being afraid about failure. Hou ermee op om bang te zijn dat je faalt. You cannot fail. Je kan namelijk niet falen. It's because we don't understand it. Het is omdat wij het niet begrijpen. You don't fail. Je faalt niet. Because you did not make this decision with a man. Want je hebt deze beslissing niet gemaakt met een man. It's with God. Het is met God zelf. In Joshua chapter number 9. In Joshua hoofdstuk 9. Go to the book of Joshua for me. En laten we naar het boek van Joshua gaan. You see, the thing that is missing in the church is teachings. En wat mist in de kerk is gewoon goede onderwijzing. That's why you don't just go and join league with people there in ministry. We're going to do this, we're going to do this together. You don't do that. En daarom gaat u niet zomaar verbond aan met andere bedieningen of je moet, dat doe je niet zomaar. Anything that affects those people will affect you. Want alles waar die mensen zich mee te maken hebben, dat gaat nu tegen u komen. Look at it. Joshua chapter number 9, verse 1. Joshua 9, vers 1. When all the kings beyond the Jordan, in the hill country, in the lowland, and all along the coast of great Mediterranean Sea, towards Lebanon, this is really amplified, too long. The Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites heard this. They heard what? What God has been doing with the children of Israelites. What did they do? En wat hoorden ze? Ze hoorden wat God deed met Israël. They gathered together in one accord to fight Joshua and Israel. Verse 3. But when the people of Gibeon heard what Joshua has done to Jericho and Ai, they walk cunningly and when pretending to be ambassadors. Sometimes the people that are coming to you to be with you is because they know something about you you don't know. En soms zijn de mensen die een verbond met u willen aangaan, ze zijn sneaky, ze weten precies dingen die u niet weet. They want to use you. Ze willen u gewoon gebruiken. Because of what they lack. Van wat zij missen. But they don't want to complain. Maar ze willen er niet voor uitkomen. So that tomorrow. Zodat morgen. You will. How many of you know the Dutch law changed? This, I think, when did it change? This year? About marriage. Yeah, this year. You know why? Many young girls married rich people. Then they divorced them. They married the rich guys. They divorced them.
And the rich guys were tired. Because you, this stupid girl, you did not do anything. We didn't work together. En dit jaar is de wet veranderd. Dat als je getrouwd bent. And you marry me. After a few months, you divorce me. Then I have to divide my goods. And give you half. And take half. Then I pay alimentation for the kids. Then I pay all the things. Because that is what people claim. So the government say these girls are thieves. We're going to stop that law. Now you're not going to marry because of what the person have. You can come in empty-handed and leave empty-handed. Yes, translate that for me. But it's not only for debt, it's also for debt. It's also for debt. Yeah. Ze hebben de wet veranderd dat als je nu trouwt in Nederland, dat je niet trouwt in gemeenschap van goederen, maar je trouwt sowieso gescheiden van boedel en inhoud. En waarom hebben ze dat gedaan? Ze hebben het gedaan omdat heel veel mensen in het huwelijk schulden overhouden als ze gaan scheiden. Maar ook dat mensen voordeel nemen van het huwelijk, waardoor wanneer ze in scheiding zijn, mensen hun geld en eigendom meenemen. Do you understand that? It's because of a contract. Say contract. Is vanwege een contract. Say contract. Contract. So see what is happening here. Look at it. So they walk cunningly and went pretending to be ambassadors and they took provisions, old sack on their donkeys and wineskins and turned and mended them. Verse 5. And the old past shoes on their feet and wearing old garments and all their supply of food were dry and moldy. Verse 6. And they went to Joshua in the camp at Gilgal and said to him and the men of Israel, we have come from a far country. So now, make a covenant with it. Make a covenant with it. Now look at what happened. But the men of Israel said to the Levites, perhaps you have lived long, live among us. How then can we make a covenant with you? Verse 8. They said to Joshua, we are servants. And Joshua said to them, who are you? From where have you come? They said to him, from a far country. Your servants have come because of the name of the Lord your God. For we have heard the fame of him and all that he did in Egypt. Verse 10. And all that he did to the two kings. So they were saying what God did. Go to verse 11. So our elders and all the residents of our country said to us, take provision. So, come for me. We are still here learning. When me and my wife, we were doing this covenant contract. Toen mevrouw en ik in verbond gingen. Let me say, she had children. Laat me zeggen, ze had kinderen. I had children. Ik had kinderen. I am doing this contract. Ik doe dit on the behalf of even the children that are not born yet. Ten behoeve van ook de kinderen die nog niet geboren zijn. So some of you are in your family, you are dealing with a strange demonic spirit that keep on coming to you at night and chasing you at night. It's because one of your forefathers went to a strange god. And when they went to that god, they put the family name on the altar and they said, me and my family, we are committed to you. En daarom hebben sommigen van ons last van demonen die ons lastig vallen in de nacht. Omdat je voorvaders een verbond hebben gesloten met een afgod. So look at it. Dus so we are yourself and now make a covenant with us. Verse 12. This our bread we took hot for our provision out of our houses on the day we set out to go to you. But now behold, it is dry and has come moldy. Verse 13. This wineskin, the light again. And our garments, leugens. They are just lying. Verse 14. So the Israelite men partook of their food. They ate with them. Do you see what we dus just did here? Ze aten met hen, waar we dus net over hadden. And did not, what did they not do? En wat hebben ze niet gedaan? They did not do what? Ze hebben de Heer niet geraden. They did not do what? Are you surprised that you enter into business deal with people, then the next day you close it? En vind je het raar dat je gewoon een zaken... How many couples are sad because they married the wrong person? En hoeveel koppels zijn nou eigenlijk niet verdrietig, want ze zijn met de verkeerde partner getrouwd? How many times do we do things without seeking God? En hoe vaak doen we geen dingen zonder God te zoeken? We don't want to seek God. We willen God niet zoeken. But we want to say yes, I do. En dan willen we wel zeggen ja, ik wil. You don't want to seek God. Je wil God niet but zoeken. But you want to do business. Maar je wilt wel. You don't want to seek God. Je wil God niet zoeken. But at the same time, hetzelfde, you want to be a leader. Je wilt een leider zijn. Do you know what that entails? Weet je dat wat inhoudt? Pastor call you to the front. Pastor roept je naar voren. Said, well, the Lord is calling you today to be a leader. En de Heer
roept u om een leider te zijn. I'm about to lay hands on you. Ik ga mijn handen op u leggen. It's good. Is goed. You came to the front. Dat u naar voren bent and gekomen. You love what happened to you. En je houdt ervan wat er is gebeurd. Do you know from that day, maar weet je vanaf die dag? You don't have your own decision. Dat je niet meer je eigen beslissing hebt. Do you know from that day, weet u dat vanaf you don't live your life anyhow. Dat je leven niet meer gewoon kan leven zoals je wilt. Do you know what it means for somebody they call you a pastor, then in your house it's like a bad news? En weet je wel wat het betekent als u een voorganger bent en thuis gooit u me met de pet ernaar en nu is gewoon slecht nieuws? All this is happening. Al deze dingen gebeuren. Because we don't understand. Want we begrijpen niet. That our duty. Dat onze taak. Is to commit. Is om toe te wijden. To the one that we say yes we do. Aan degene tegen wie we ja ik wil zeggen. Trials will come. Stormen komen. Temptation will come. Verleidingen komen. Problems will come. Problemen komen. But commit to it. Maar wees toegewijd. It is your commitment. Het is je toewijding. That will take away the storm. Die de storm zal weggaan. It's your commitment. Is je toewijding. That will take away the trials. En ook de moeilijkheden. It is your commitment. Is je toewijding. That will bring a blessing to you. Die een zegening zal brengen. The moment you quit. Het moment dat je opgeeft. You are not giving God the room to do anything. Geef je God niet de ruimte om iets te doen. That's why Jesus died on the cross. Daarom is Jezus gestorven op het kruis. When Jesus died on the cross. Toen Jezus stierf op het kruis. He shed his blood. Heeft hij zijn bloed vervloed. It wasn't your blood. Het was niet uw bloed. It was his blood. Het was zijn bloed. Do you know that you did not enter into covenant with God? Weet u dat u niet in verbond bent gegaan met verbond met God? Why are you looking at me like this? Waarom kijkt u me zo aan? Do you have a covenant with God? Heeft u een verbond met God? I know you people are looking at me strange. Ik weet dat jullie maar. Do you have a covenant with God? Heeft u een verbond met God? No. Jezus heeft een verbond met God. En wij hebben Jezus aangenomen en daardoor deelgenomen aan het verbond. Can you have a covenant with God? Kan jij een verbond hebben met God? Can you keep it? How many times do you lie to yourself? Hoe vaak lieg je wel niet tegen jezelf? How many times do you say things you don't do? En hoe vaak zeg je wel dingen die je niet doet? It's a question. Is een vraag, hè? How many times have you have made promises that you don't keep? En hoe vaak heb je niet wel een belofte gedaan die je niet kan onderhouden? So the question is, dus de vraag is. Why do I keep on receiving miracles? Waarom ontvang ik wonderen? Why did God keep on providing for us? Waarom blijft God voorzien voor ons? Because there is one perfect sacrifice. Want er is één goed offer. That have sealed everything. Die alles heeft verzegeld. It is Jesus that told God, yes, I will go, not you. Het is Jezus die zei, ja, ik zal gaan, niet u. It is Jesus that told God, I will die. Het is Jezus die zei, ik zal sterven. But this is what Jesus also told God. Maar dit is wat Jezus when zei. I die and I rose from the dead. Als ik sterf en ik sta op uit de dood. Anything that my people want, do it for them. Alles wat mijn volk wil, doe het voor hen. And you have promised God. En u heeft beloofd God. That you will fight their battles. Dat u hun gevecht zal bevechten. Fight for them. Vecht voor hen. You have promised God. Je hebt beloofd God. That you will provide for them. Dat je voor hen zal voorzien. Do it. Doe het. So God doesn't fight for you. Dus God vecht niet voor u. Because you are qualified. Omdat u gekwalificeerd bent. You are very. When I look at you. Wanneer ik naar u kijk. There is nothing about you. With your attitude and the way you behave and your character at home, the way you talk, that will cause God to do anything. En als ik naar u kijk, dan is er niets aan ons wat God iets wil doen. Als we kijken naar ons karakter, hoe we onszelf thuis gedragen, de uitspraken die we soms maken nog. Come for me, sweetheart. Today is our day of preaching together. I know this day will be tough, but look at it. She is not just my wife. Get closer. This is she. Try to put it under here. You don't see her. But she's hidden. En je ziet haar niet. En ik ben verborgen in hem. We. Wij. Did not. Hebben niet. In time to contract with God. Zijn een contract aangegaan met God. Jesus did. Jezus deed dat. And we. En wij. Are the children of Jesus Christ. Zijn de kinderen van Christus Jezus. Jesus is not just your God, but you are his child. Jezus is niet alleen God, maar Jezus
is ook uw vader, want u bent zijn kind. So the promise that God made with Jesus. Dus de belofte die God heeft gemaakt met Jezus. He was making it indirectly with you. Heeft hij indirect met u gemaakt. But God could not do it with you. Maar God kon het niet met u maken. Because you did not have the capability to keep it. Want u heeft niet de, u bent niet capabel om het te behouden. So stand for me. God said to himself. En God zei tegen zichzelf. Mandy, come. God was having a conversation. God had een gesprek. With himself. Met zichzelf. He said. Zei tegen ze. Adam. Adam. Fail me. Is me gefaald. Abel. Abel. Did his best. Heeft zijn best gedaan. Abraham. Abraham. Brought Ishmael. Bracht Ishmael. God said was shaking a bit. God zijn hoofd was een beetje aan het schudden. And God said. En God zei. Ha. I cannot trust human being anymore. Ik kan de mensen gewoon niet vertrouwen. Then God looked at himself. Toen keek God naar zichzelf. He was talking to himself. Hij was met zichzelf gesproken. To yourself? Heb je ooit met jezelf gesproken? Then he said, toen zei hij. One of myself, my name is Jesus. Eén van mezelf is we Jezus. Will go. Wie zal gaan? Jesus said, I will go. Jezus zegt, ik zal gaan. I will go die. Ik zal sterven. Zodat. God can have his kind of children. Zijn eigen soort kinderen kan hebben. Children of covenant. Kinderen van het verbond. But they keep the covenant in Jesus. Maar ze kunnen het verbond alleen houden in Jezus. So God said, dus God zei. I will not be looking at the children. Ik kijk niet naar de kinderen. I will always be focusing on what Jesus did. Ik zal altijd gefocust zijn op het offer die Jezus heeft gebracht. Then now it is Jesus' duty. Nu het is Jezus' taak. To tell his children. Om tegen zijn kinderen te when zijn. You sin. Wanneer je zondigt. Ask for forgiveness. Vraag voor vergeving. When you lie. Wanneer je liegt. Repent. Bekeer je. Why are you, okay, why do you ask for forgiveness? Waarom vraag je om vergeving? Is it because God hates you? Is omdat God je it's a question. Ja, het is een vraag. I want to just see your level of thinking. Why do you ask God? Why do you tell God I'm sorry? Is it because he's waiting for your sorry? You tell God you are sorry. En is het dat je tegen God zegt dat je spijt omdat God erop wacht? Not because he has not forgiven you. En je zegt niet tegen God het spijt me om, niet omdat hij je niet vergeven heeft. You are sorry. Je excuses creates access. Creëert weer toegang. To what Jesus died for. Waarvoor Jezus is gestorven. So Jesus is the main person. Dus Jezus is de hoofdpersoon. That God looks at. Waar God naar kijkt. And Jesus already paid the price. En Jezus heeft de prijs al betaald. The sacrifice is perfect. Het offer is perfect. Hebreeën chapter 8. Hebreeën hoofdstuk 8. Tells us that we have a better covenant established on better promises. En we hebben een beter verbond gebaseerd op betere beloftes. Our covenant is even more better than that of Abraham. En het verbond dat wij met Jezus hebben is beter dan dat die van Abraham is. But you maar u have been failing faalt. Because you don't know want je weet niet how to activate it. Hoe je het moet activeren. So you, we still pray fearful prayers. Dus we bidden nog steeds hele angstige gebeden. You get a dream in the night. Je krijgt een droom in de nacht. That a demon come after you. Dat een demon achter je komt. Oh God, protect me. No, you oh don't need God, to bescherm me. That. Nee, dat hoeft u hem niet te vertellen. You don't need to remind him. Je hoeft hem niet te herinneren. That is what he told Jesus. Dat is wat hij Jezus zei. Is somebody getting this? Are you people understanding this message? If you cannot understand this, your Christian walk has a problem. En u moet dit begrijpen, want als u dit niet begrijpt, dat is de reden waarom uw christelijk leven zo is. That's why you have an up and down life. Daarom bent u net als een yo-yo. It was the stronger person. Het was de sterkere persoon. That told the weaker person. Die tegen die zwakkere persoon zei. I will protect you. Ik zal je beschermen. I will provide for you. Ik zal voor je voorzien. I will keep you. Ik zal je behouden. I will deliver you. Ik zal je bevrijden. It was God. Het was God that said that, die dat zei. Not you. Niet jij. And because God cannot break covenants, en omdat God het verbond niet kan breken. He is bound by his word. Is hij gebonden door het woord. He will do what he says. Hij zal doen wat hij heeft gezegd. Oh, dat zal... makes him a liar. Want anders is hij een leugenaar. Are you getting this? Hoort u dat? I don't mean these papers that we go to the court. Ik heb het niet over die papiertjes die we
in het stadhuis hebben. You sign the paper. Je tekent het papier. They hold the certificate like this. En ze houden het certificaat zo. From this day, vanaf deze dag. With my signature, met mijn handtekening. I now agree. Stem ik nu overeen. I'm my husband. Ben je mijn man? Then you sign. En dan teken je. And people clap their hands. En mensen klappen hun handen. Nonsense. Wat een onzin. Is the paper the one having sex with the two of you? Is het papier die seks met jullie heeft? Let me tell you. Covenant goes beyond sex. En het verbond gaat veel meer dan seks. Marriage goes beyond paper. Huwelijk gaat veel verder dan this een papiertje. This is paper, so that's why you can tear it. Het is een papiertje, daarom kan je het scheuren. But what is important? Maar wat belangrijk is. Is who you said it before. Tegen wie je het hebt gezegd. Because when you were saying that. Want toen je dat zei. You were not talking to a human being. Sprak je niet tot een mens. You were talking to God. Sprak je tot God. That's why some people divorce. They never have peace. Daarom sommige mensen ze scheiden en ze hebben nooit vrede. Everything they do doesn't work. Alles wat ze doen werkt niet. They are frustrated. Ze zijn gefrustreerd. And the worst part of it. En het erge daarvan. Is to go marry a divorced man. Is dat je trouwt met iemand die gescheiden is. That divorced his wife. Die zijn vrouw heeft gescheiden. For no reason. Voor geen enkele valide reden. You just enter into that bad spirit. Je gaat nu een verbond aan met een slechte geest. Because these things all are covenants. Want je hebt een verbond gemaakt. Say covenant. Zeg verbond. Say covenant. Zeg verbond. Say covenant. Zeg verbond. The reason why I'm marrying my wife in the name of Jesus. De reden waarom ik mijn vrouw heb getrouwd in de naam van Jezus. Because Jesus is the one keeping us. Want Jezus is degene die ons houdt. So my decision doesn't count. Dus mijn beslissing telt niet. You try it. Probeer het maar. All these Christians that are thinking they can sign divorce papers, try it. Al die christenen die denken dat ze een scheidingspapier hebben. Dat je beter maar niet kunnen trouwen. Don't just marry. Trouw dan don't niet. Even go to the court. Ga niet eens naar de rechtbank. To do that. Om dat te doen. Because even in court. Want zelfs in de rechtbank. God will hold you accountable. Houdt God je verantwoordelijk. Because that is what we don't know. Want dat is wat we niet weten. And the spirits that begin to follow you. En die geesten die je nu beginnen te achtervolgen. They begin to follow everything you do. Gaan alles achtervolgen wat je doet. Many Christians today they have problems with their lives. En veel mensen hebben problemen met hun leven. Because they have said a lot of things with their mouth. Want ze hebben heel veel dingen met hun mond gezegd. But they don't keep one of it. Maar ze houden niet aan het verbond. And you think you were talking to a man? En je dacht dat je tot een mens sprak. You think? Je denkt het. God is too big than your small head. God is te groot dan je kleine hoofd. It's better. Het is beter. Not to say anything. Om niks te zeggen. Than to say anything at all. Dan om wat dan ook te zeggen. Because nobody is forcing you to marry. Want niemand dwingt je om te trouwen. Nobody is forcing you to do business with nobody. En niemand dwingt je om zaken te bedrijven met andere mensen. Nobody is forcing you to come to church. En niemand dwingt je om naar de kerk te komen. Nobody is manipulating you. Niemand manipuleert je. Don't say yes. Zeg niet ja. Then you say no. En dan zeg je nee God later. Said, I don't have time with fools. God zegt ik heb geen tijd met dwazen. That is what God said in the book of Ecclesiastes. En dat is wat God zegt in het boek van Prediker. Say, I don't have time with fools. Ik heb geen tijd met dwazen. We want to be blessed. We willen gezegend zijn. Do you know that the fear of God has left church? Weet je dat de vrees des Heren de kerk weg uit is? You blame the Jewish people. Je geeft de Joodse that mensen they don't know Jesus. Dat ze Jezus niet kennen. But do you know because of this? Maar weet je vanwege dit? They have so much fear. Hebben ze zoveel godvrezendheid? Talk to them. Praat met ze. They protect one another. Ze beschermen elkaar. I used to ask why. Ik vroeg me af waarom. Then I found out. Toen kwam ik erachter. Even among themselves. Dat zelfs onder there is family covenants. Is een familieverbond. And Jesus. En Jezus. Has made a way for us. Heeft een weg voor ons gemaakt. Yet. Toch. We are sick. Zijn we ziek. Yet. Toch. We can't sleep. Kunnen we niet slapen. Do you know you are a covenant child? Weet u wel dat u een verbondskind bent? Who is your father? Wie is je vader? Who is your father? Wie is je vader? It's a question. It's een vraag. Who is your father? Wie is je vader? Who is your father? Wie is je vader? Who is your father? Jesus.
If Jesus is your father, als Jezus je vader what is your name? Wat is je naam dan? What is your name? Wat is je naam? One day when you get to heaven, Eendag you will find out that on your forehead it is written Jesus. Eén dag als je naar de hemel gaat, ga je erachter komen dat het it's op je the first time I'm preaching this. Op de voorhoofd Jezus gezegd. But there was a time I had an encounter with God. Nou was de tijd dat ik een ontmoeting had. And a man of God said, I can see Jesus on his forehead. He is marked. En ik kan Jezus op de voorhoofd zijn gemarkeerd. Laat me u wat zeggen. Coming to church doesn't mean you are Jesus. En dat je naar de kerk komt betekent niet dat je van Jezus bent. In the spirit world. In de geestelijke wereld we are marked by the names written on our heads. Worden we gemarkeerd door de naam die op ons hoofd geschreven staat. And I came today to tell you, en ik kom vandaag om tegen u that's why I cannot live my own life. Daarom kan ik niet mijn eigen leven leiden. Now, how can the church succeed? En hoe kan de kerk succesvol zijn? Church, stand for me. Kerk, laten we gaan go staan. That way. Go that way. I want to show you how we're going to take over the Netherlands. Stand for me. Gaan everybody, staan. Stand up on your feet. Laten we gaan staan. Go that way. Move. Move that way. We are about to close. We staan move op het punt way. Om af te sluiten. Move there. En ik ga laten put zien. Put Ecclesiastic chapter 4 verse 12. En zet Prediker 4 vers 12. This. I've been picking things. Church, hold your hands together. Hou jullie handen vast. Connect. Maak een connectie met elkaar. Then church, I want a line to move towards the middle here with us. Because we are the pastors. Move towards here with us. Move towards, yes, here with us. Connect those hands. Quintin, come closer, come closer. No, evangelist, move to the front. Leave from the back, move to the front. You move to the front. Thank you. Then connect the line. Everybody hold hands. Iedereen maakt een connectie met elkaar. Hollands, I want to show you the mystery why we can never fail and why we have been failing. Een mysterie waarom we niet kunnen falen, maar waarom we wel falen. Thank you, Sister Vivian. She put the scripture there. A threefold cord is not quickly broken. This is why the Lord placed the fivefold ministry. En daarom heeft de Heer de vijfvoudige bediening geplaatst. These are your pastors. Dit zijn je voorgangers. Your pastors. Je voorgangers. Are the extension. Zijn de verlenging. Of God. Van God. To the church. Aan de kerk. We are just like his representative. Wij zijn vertegenwoordigers. So. When your pastors stand here, they teach you the word. En wanneer je voorgangers het woord van God onderwijzen, they are teaching you in the presence of the one you don't see. They call him Jesus. Dan onderwijzen ze het woord in degene die u niet kan zien, en zijn naam is Jezus. Say Jesus. So this is your pastor. Dus dit zijn uw voorgangers. And the vision that God has given. En de visie die God that geeft. That is the church. Dat is de kerk. And this is Jesus. En dit is Jezus. With Jesus in the middle, met Jezus in het midden, and that is the church, en dat is de kerk. We can never be divided or broken if we follow everything he says. Kunnen we nooit verbroken zijn of misleid worden? Of there will be no demon power. Er is geen enkele demonische macht. That will come to church. Die naar de kerk kan komen. And prevail. En kan overwinnen. That's why the devil fights unity. Daarom vecht de duivel eenheid. Because Jesus, want Jezus, the moment the sheep, het moment dat de schaap, are listening to their pastor, naar hun voorganger luisteren, Jesus make sure, zal Jezus ervoor zorgen, their life are blessed, dat hun leven gezegend. How many of you youths can testify in this church? Wie van jullie jeugd kan getuigen? Now, that is the reason. It's not because I did anything. Dat is de reden. Dat is niet omdat ik iets heb gedaan. It's covenant. Zijn verbond. That is coming to you. Is komt naar u toe. You don't even need to pray all night. Je hoeft niet de hele nacht te bidden. If you can listen to what your pastor is saying. Als je kunt luisteren naar de instructie die uw voorgangers geeft. Jesus. Dan zal Jezus. Always make sure. Ervoor zorgen. It comes to pass. Dat het uitkomt. You don't need to pray 6 hours like me. Je hoeft niet 6 uur te bidden zoals short, ik. Can I lower it? You don't even need to pray for 10 minutes. Of 10 minuten.
You don't need to. Het hoeft niet. It will work for you. Het zal voor u werken. Just for being obedient. Alleen maar omdat u gehoorzaam bent. The reason why we have been struggling. De reden waarom we worstelen. Most of the time we don't even know the difference between your pastor and you. Is omdat u het verschil niet weet tussen uw voorganger en uzelf. You argue with your pastor. U gaat in discussie met uw voorganger. You argue with what he says. En u gaat in discussie met wat hij zegt. Your pastor is accountable to God. Maar uw voorganger moet wel rekenschap afleggen aan God. Your duty. Uw taak. Is to obey. Is om te gehoorzamen. And with Jesus in the middle. En met Jezus in het midden. You can never be broken. Kan je nooit gebroken Where zijn. Where is my thing here? Where is my thing? This word. This word. What did he say? Wat zegt het? A threefold cord. What makes it three? Wat maakt het drie? Jezus in het midden. Jesus. It can not quickly be broken. That means you will succeed. Dat betekent dat je zal slagen. Today I came to tell you. Vandaag ben ik gekomen om tegen u te the zeggen. The one that you have covenant with. Degene met wie je verbond heeft. Has bound his life to it. Heeft zijn leven ervoor gegeven dat het gelukt. Call into success. En u bent geroepen om you succesvol are born te zijn. Again to do well. U bent wederom geboren omdat het you goed met u born again to be a testimony. U bent wederom geboren om een getuigenis te zijn. That's why Jesus said, I will build my church. En daarom zegt Jezus, ik zal mijn kerk bouwen. And the gates of Hades shall not prevail. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. That's why Jesus said, go into the whole world and preach. En daarom zegt Jezus, ga de hele wereld in en predik. Can you imagine pastor say, kunt u voorstellen dat pastor zegt, make a day. Maak een dag. Go for evangelism. Ga voor evangelisatie. As a church. Als een kerk. Come together. Kom samen. Let's go out. Laten we naar buiten What gaan. Think Jesus will do? Wat denk je dat Jezus zal doen? How many people do you think they will come to church next week? En hoeveel mensen zouden niet volgende week naar de kerk komen? You will see the church begin zou de kerk to zien. Die gehoor geeft. Not because of what you did. Niet vanwege wat u heeft Not gedaan. Because of what pastor did. Niet vanwege wat pastor heeft gedaan. But because it is a covenant contract. Omdat het een verbond is. When you begin to understand covenant. En als je verbond begrijpt. You will sleep. Zal je slapen. You snore. Je snurkt. You get up in the morning. Je wordt wakker in de ochtend. You know that God is always faithful. Je weet dat God altijd getrouw is. Church, halleluja. Take your Kerk. Rebellion away. Haal je rebellie weg. Take your all-knowing away. En dat wat je allemaal denkt beter te weten. God doesn't need it. God heeft het niet nodig. If God has made a promise to you, als God een belofte aan u heeft gemaakt, he will do it. Dan zal hij het doen. Most of the time, vaak he speaks spreekt from hij the same pulpit van hetzelfde kansel to you. Tot u. How many of you Hoeveel have van disobeyed u? A particular instruction? Where is Sister Mandy? Waar is Sister Mandy? The Lord prophesied here one day, let's look for jobs. De Heer had geprofeteerd dat je voor een baan moest zoeken. Did you look for it immediately? Ben je toen no. voor gaan zoeken? She did not listen. Ze heeft niet geluisterd. Because she was thinking. Want ze dacht. I have a good job. Ik heb een goede baan. Then there was a shaking at her job. En toen gebeurde er iets op haar werk. Then she found out. Toen was ze daarachter gekomen. It wasn't a man that spoke. Niet dat niet zomaar een mens sprak. But do you know why you felt like that? Maar weet je waarom je zo voelde? Because you were breaking something you don't understand. Omdat je iets probeerde te breken wat je niet begreep. And that is the power of covenant. En dat is de kracht van het verbond. Whenever you come out, wanneer je eruit komt, you suffer. Leid je alone. Alleen. The same with marriage. Hetzelfde met huwelijk. The same with business. Hetzelfde met een bedrijf. The same with your friends. Hetzelfde met je vrienden. That you stand with them, you say, I will be with you forever. Be en je zegt, ja, ik zal met ze staan voor eeuwig. Wees voorzichtig wat je zegt. Be careful. Wees voorzichtig. Because you can have some demon in your life that never leaves you because of that one statement. Want je kan een demon houden in je leven vanwege die ene statement die je maakt. But today, maar vandaag, as a church, als een kerk, we are about to pray prayer. Just gaan we, hold your hands, gaan we gebed this. Bidden. If you are out of the building, come in the building. Come in the building because we want to pray prayer. Come in the building. Hold hands like this. Come in the building. If the God that I am teaching you about is God, be ready for an explosion. I will say one word in this place. Then I will tell you how God will make it come to pass. If you obey and you are willing, you will begin to see things begin to shift.
It will not shift because you are powerful. It will not shift because you are smart. It will not even shift because you have money. It will shift because we serve a covenant-keeping God. En ik ga zo meteen een woord uitspreken dat God op mijn hart heeft gelegd. En het heeft niks te maken met of u het begrijpt of dat u slim bent. Het heeft te maken met een verbondsgod. Touch somebody. This is a church. Dit is de kerk. We are about to repent. We staan op het punt om te bekeren. You don't need to confess. I'm telling you what we are about to do. We staan op het punt om dat te doen. We are about to repent. Tuesday night we are having a powerful praise and worship and prophetic ministration in this place. Connect. En vrijdag, dinsdagavond wordt een geweldige lofprijs en aanbidding, profetische zang. God gaat ons bedienen. Hold on, Sirat. Come for me. Come. Thank you, Jesus. You have done your best today. Give me your hands. No, don't come there. We already connect as we are like this. We connect. Did everybody connect? Zijn we allemaal met elkaar verbonden? Heavenly Father. Hemelse Vader. This is Winners Harvest Worship Center. Dit is Winners Harvest Worship Center. You call Jean-Pierre and Vanessa. En heeft Jean-Pierre en Vanessa geroepen. And you said, en u zei, start a ministry. Begin een bediening. You said to us, u zei tegen ons, you have called us to bring redemption. U heeft ons geroepen om verlossing te brengen. To the people. Aan de mensen. Father. Vader. Many of us did not even understand in details what you meant, but I say yes, Father. En vele van ons en zelfs ik begreep niet eens wat u bedoelde daarmee. But today. Maar vandaag. In any way. Op welke manier dan ook. That as pastors. Dat als voorgangers. We did not fully obey you. U niet volledig gehoorzaam zijn geweest. Because of our lack of understanding. Vanwege ons gebrek aan verstand. I call for your mercy. Ik vraag om uw barmhartigheid. Papa, these are your people. Papa, dit is uw volk. We are not in covenant with a man. We zijn niet in een verbond met een man. But through Jesus Christ. Maar door Jezus Christus. The covenant you had with him. Het is extended to his children. Het verbond dat u met u heeft is tot zijn kinderen uitgestrekt. Father, we are the children of Christ. En wij zijn die kinderen van Christus. And remember. En onthoud. You said to Abraham u zei and tegen his seed. Abraham en zijn nageslacht. You said the curse is broken. Dat de vloek you said the limitation is removed. En de beperkingen zijn verwijderd. And you call us blessed. En u heeft ons geroepen om gezegend te zijn. Vader. I refuse. Ik weiger. To struggle. Om te worstelen. I refuse. Ik weiger. To see these people struggle. Dat deze mensen worstelen. I refuse. Ik weiger. To see them beg. Dat ze moeten smeken. For something that Jesus paid for. Voor iets wat Jezus al voor heeft betaald. You also told us. Je zei ons ook al. This gospel will be preached into the entire world. Dat deze evangelie in de hele then kerk the end will come. Wordt gepredikt. En dan you say go and make disciples. En ga en maak discipelen. Father, in any way. Vader, in welke manier we have not obeyed you in that area. Waar we niet gehoorzaam zijn geweest. We repent. We bekeren ons. But Lord, this day. En in deze dag. We say yes to you in Christ. Zeggen we ja tot u in Christus. We say yes to you in Christ. We zeggen ja tot u in Christus. And I pray for these people. En ik bid voor deze mensen. You said if ye are willing. U zegt als we gewillig zijn. And obedient. En gehoorzaam. You will eat the goods of the land. Zullen we het goede eten van het land. I prophesy. Ik profeteer. Now if you are in this church. En als je in deze kerk bent. You have been rebelling somehow. En je bent rebels geweest. What God is telling you. Wat God tegen u repent zegt. Before I pray this prayer. Bekeer voordat ik dit gebed bid. Repent. If bekeer. God has been telling you something. And als you are God under is, this roof. En u bent onder dit huis. And God is saying things through the pastors. En God zegt iets door de voorgangers. And you are still doing your own thing. En je doet nog steeds je eigen ding. Repent right now. Bekeer before op I pray this prayer. Because dit. I want to invoke the blessings of God over this church. Want ik wil de zegeningen over van God. Everybody in this church. Zegeningen uitspreken in deze gemeente. Open your mouth and tell God, you are sorry for disobedience. Any instruction that God has given you and you did not do, open your mouth and repent. Open je mond en als je een bepaalde instructie niet hebt opgevolgd, vraag God vergeving. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Heavenly Father. Hemelse Vader. I repent.
Ik bekeer me. On the behalf of the entire church. Ten behoeve van de hele kerk. I invite your hand. Ik vraag uw hand. From today. Vanaf vandaag. Explode in this house. Explodeer in dit huis. Fulfill your covenant of increase. Vervul uw verbond van vermeerdering. Restoration. Herstel. Multiplication. Vermeerdering. Fruitfulness. Vruchtbaarheid. Abundance. Overvloed. In this ministry. In deze bediening. Father, as we agree as one. Vader, als we overeenstemmen als één. Let none in this house lack any good thing. Laat niemand gebrek lijden. Geen enkel goed ding. If there is anybody that is sick among us, curse that sickness. Als er iemand ziek onder ons is, laat die ziekte vervloekt zijn. Curse it from the roots. Ik vervloek het vanaf de wortel. If there is any in this house that was troubled, I release your peace. En als er iemand is die het moeilijk had of gekweld werd, ik zet uw vrede vrij. And Lord, en Heer, let covenant blessings. Laat verbondszegeningen with Jesus met Jezus Christus. Let it begin to flow. Laat beginnen te vloeien in, the lives of your people. In het leven van uw mensen. Let them become living testimonies. Laat ze levende getuigen zijn of what you are doing. Van wat u doet. Let them become living testimonies. Laat ze levende getuigen of your promises. Van uw beloftes in, the name of Jesus. In de naam van Jezus. Father, I give you praise. Maar ik geef u prijs and all the glory. En alle glorie in, Jesus mighty name. In Jezus machtige naam. We pray with thanksgiving. Bidden we met dankzegging. Amen. Amen.